number you have dialed. Imagine. Ready to create utopia. Ik beleef de samenleving vandaag de dag. Aan de ene kant heerlijk, aan de ene kant is het inspirerend, uitdagend, er gebeurt heel veel. Aan de andere kant zie ik ook dat het best hard kan zijn. Je moet toch voor je dingen kunnen gaan, ontvankelijk zijn voor wat om je heen gebeurt. Maar ook de kracht uit jezelf putten om te zijn, om te zijn in het leven. En ik denk als je met een positieve voornemen in het leven staat, dat je, alhoewel het toch hard, dat je ver kan komen in deze toch mooie maatschappij. Het hangt af wat je droom is. Want in mijn situatie, mijn droom als zijnde modeontwerper, is een hele harde weg die ik moet afleggen. Dus in je ontwikkeling is het voor mij niet helemaal dat ik het nu, in dit crisismoment, daar alleen maar mijn brood kan verdienen. Dat ik nog iets ernaast moet doen. Maar ik geloof wel dat je, als je echt ervoor gaat, dat je wel veel van elkaar kan krijgen. Ja. Ene kant wel, andere kant niet. Voortekens is meer als je kijkt naar de voorspellingen wat mensen hebben gezegd. Los van het mysterie en mystieke, maar ook naar het verbruiken van heel veel uitlaatgaas of zo, van CO2 of koolstofmonoxide. Dat die dingen ook weer invloed hebben op ons klimaat. Die trend is het wel te zien. Aan de andere kant is altijd ook zo geweest dat zulke dingen gaande waren. Maar niet echt veel nieuws. Zoals nu heb je internet, dus het komt heel snel je huis binnen. En je krijgt alles tegelijk, dus het lijkt heel veel. Maar vroeger waren ook heel veel van zulke rampen ook. Maar toen was het bevolkingsaantal toch minder. En het kwam ook niet zo snel bij je binnen. Het kwam heel langzaam, heel traag. Mensen kregen over een tsunami of over een vulkaan 4 weken, 8 maanden, 2 maanden, soms een half jaar pas. Dus in die trant waren met het hele media, nu is de wereld gewoon plat geworden. Zo in je huis, je bent gewoon de wereld. Je staat gewoon in de wereld. Lijkt het allemaal wel heel veel. En het is ook veel, sowieso. Ja. Ja, dat we met meer respect met elkaar omgaan, communiceren, naar elkaar luisteren, met elkaar goed kunnen praten. Ik denk als we daar iets meer tijd en ruimte voor nemen, dat het iets lichter zou gaan met ons. Dat is een heel mooie vraag. Door een rolmodel te zijn voor de jongeren. Deelnemen aan activiteiten, gelegenheden waar ik in het meeste geval met jongeren kan praten, want zij zijn de toekomst. Het klinkt wel cliché, zij zijn de toekomst, zij zijn echt de toekomst. En als zij dingen kunnen meekrijgen nu van ontwikkelingen van hoe het voor hun ging, of voor hun, nu dat zij ook bezig zijn, als je hun kan sturen en kan motiveren, inspireren, dan daar vind ik het voor mij een van de beste manieren om de samenleving bij te dragen.